kan een mooie stoel ontwerpen. Maar zet er nou 6 om een tafel. Dan gaat er iets werken waardoor je zegt van, het is wel erg veel dit, erg veel dat. Je moet dus de ergernis weghalen die je op den duur krijgt. Waarom gaan we nog weer een stoel toevoegen? Wat moet dat dan, waarom moet die dan bijzonder zijn? Waarin kan die bijzonder zijn? Als je kijkt ook naar mijn werk, maar vooral van dat van Friso Kramer en anderen binnen Arend, dan is het soms 20, 30, 40 jaar op de markt. Dat kan je van geen Senseo-apparaat zeggen. Dat is na 2 jaar weer anders. Royal Arend is a more than a century old furniture manufacturing company. For decades, Arend was the go-to place for companies, schools and offices that needed a new interior. Arend delivered everything from floor to ceiling. These days, Arend focuses on innovative office furniture and sustainable working environments. One of Arend's most famous products is the Revolt chair. The chair, designed by Friso Kramer in 1953, was groundbreaking both in terms of its design and in its production method. Zonder Revoltstoel denk ik dat de naam Arend helemaal niks waard was geweest. De Revoltstoel is een moment na de oorlog waarop iemand designmatig dat hele bedrijf een soort injectie gegeven heeft met een nieuwe visie op productontwikkeling. En dat was Friso Kramer. En die heeft de Revoltstoel gemaakt met niet alleen maar een visie op productie, maar ook door te praten over de mens die in die stoel zit. En die moet zich ook gelukkig voelen in die stoel. Zie je, ik kan dus me aanpassen, rechtop zitten, maar ook niet. Maar de stand blijft altijd gefixeerd. En ik hoef er geen moeite voor te doen. Maar ik ben vrij om te bewegen. Ik kan me niet aan een hoekje bezeren. Nergens is het zo dus dat ik dan last heb. Maar ik kan ook gewoon zo hangen. Je moet je dus inleven in dat soort gebruik. Dat is niet zo moeilijk, maar je moet er wel aan denken. Ik werkte in dit bedrijf in 1953. En in die tijd was het zo dus dat je met buis, in elke vorm, kon je buismeubelen maken. Buis. Maar dat maakte heel Europa. Men, en dan heb ik het ook over concurrenten, zoals Gispen, na de oorlog eigenlijk alleen maar buizen konden buigen. Maar ook Tonnet en Duitse fabrieken. En iemand die iets zou verzinnen wat dat nou eens even losliet, die was een innovator, hè? Daar hadden we dan over zitten filosoferen, dat als je plaatstaal neemt, plaatstaal en dat stampje als het ware in uitstijging, en dat zet je naderhand om, dan kon je dus een heel organisch vorm geven aan een product wat daarna heel sterk en stijf was. Plaatstaal op zijn plat, kan ik zo buigen. Maar als je er een uurtje van maakt, dan wordt het eigenlijk bijna al mogelijk. Maar dan ook toch verlopend, zodat je net als een boomtak groeit. Aan het eind dun, naar de stam dikker en de stam naar beneden dikker en dan naar boven enzovoort. En sindsdien, ja, loopt hij als een trein. Voor de stoel is klaar. De Revoltstoel is natuurlijk ook een stoel waar half Nederland op gezeten heeft. Het ding is er geweest in kleine modellen, grote modellen. De varianten ervan, daar hebben wij allemaal ongeveer op gezeten toen wij op de lagere school zaten. Die stoel die zit zo lang in ons collectieve Nederlandse geheugen dat het een soort icoon geworden is. En dat had hij niet kunnen zijn als het niet ook functioneel een hele goede stoel had kunnen zijn. Dat heeft Arend naam gegeven, tientallen designprijzen, heeft Friso naam gegeven. En heeft Arend ook de sterke overtuiging opgeleverd dat het samenwerken met een designer een enorme winstfactor was voor de denkwijze in een bedrijf. In 2010, Ineke Hans designed the 380 chair for Arend, designed in the spirit of Friso Kramer's Revolt chair. It is contemporary and innovative in using the latest recycled and recyclable plastics. Ineke Hans is bijvoorbeeld een voorbeeld van onze externe designer waar we het laatst mee gewerkt hebben nu. Die een heleboel van alles heeft. Ze is internationaal bekend. Het is iemand waarvan je ook weet wat je krijgt. Namelijk visie.
Dus het is echt puur uitgedacht op wat moet een stoel doen, daar moet je op zitten. En hoe dan? Lekker. En hoe moet hij eruit zien dat je je niet ergert? Dat is prima, dat is precies Arend. Wat eigenlijk bijzonder is aan deze stoel is het materiaal. De rug en de zitting zijn twee verschillende materialen. De rug steekt in de zitting, waardoor ook een soort flexibiliteit ontstaat. Dus hij kan stapelen, hij kan koppelen. Je kan op een vrij eenvoudige manier een stoel van maken met armen. Ja, ik ben er eigenlijk wel heel tevreden over. De stoel is eigenlijk ook zo bedacht dat die zitting en die rug onder elkaar konden. Waardoor je een relatief klein doosje zou kunnen gebruiken om die stoel te vervoeren. Waardoor je veel minder lucht transporteert als je die stoel als enkele stoel transporteert. Bij het ontwerpen gaat het ook heel erg over het nadenken binnen productie over waar gaan we naartoe? Wat zijn we eigenlijk aan het doen en waar willen we naartoe? Weet je wat het is? Je gaat mee als ontwerper, behalve in de maatschappelijke ontwikkelingen, want dat heb je geleerd, maar ook in productie. Als je naar de metaalafdeling kijkt, die buizen buigt, er is geen fabriek die zo high-tech 3D-bochten door elkaar heen met allerlei radiussen uit een soort machine laat komen. En daar hebben wij in geïnvesteerd. Dat kunnen we niet uitbesteden, omdat die kwaliteit niet haalbaar is in het buitenland. Dus dan zie ik als ontwerper natuurlijk het hele proces om me heen, elke dag. Dat is veel leuker dan op een designstudio. Niets is leuker voor een ontwerper als hij zich mag inleven in een nieuwe kwestie. Dus kom maar op, dat is het mooiste wat er bestaat.